Goedemorgen, we zitten gelijk uh, maar in dat thema, als we zojuist naar uh, dat lied luisteren over intimiteit, het samen zijn. Stevig onderwerp vanmorgen. Nou, ik zal je zeggen, ik ben er wel even heel erg druk mee geweest de afgelopen week. Want je zal maar in de kerk moeten spreken over het thema als seks niet werkt. Nou, als het ergens niet werkt, dan is het in de kerk. Want uh, ja, in de kerk zijn we over het algemeen, in het verleden met name. ...meer soort van in het taboe gebleven als het gaat over dit onderwerp... ...dan dat we eerlijk zijn geweest. Nou, daar willen we proberen vanmorgen samen met jou wat verandering in te brengen. Door vooral eerlijk te zijn. En het is ook heel fijn dat je gekomen bent. Geen idee hoe je hier gekomen bent. Misschien wel heel specifiek, naar aanleiding van dit thema, de keuze gemaakt om er te zijn. Misschien gewoon uitgenodigd en uh, meegekomen. Uh, misschien kom je wat langer. Uh, niet geloven, geen christen of wel. Maakt allemaal niet uit. Ik geloof dat als we nadenken over dit thema seksualiteit, dan, um, dan is dat een thema wat ons allemaal raakt. Dat heeft niet, volgens mij niet in principe met geloof of religie of kerk of wat dan ook te maken. Wij zijn mensen. Dat betekent dat wij van seks houden. Want zo zijn we gemaakt, dat is wat ik geloof. Wij genieten daarvan. We krijgen een heleboel seksuele prikkels op het dag te verwerken. En ja, daar, daar doen we wat mee of daar doen we niks mee. Maar één ding is zeker. We voelen het allemaal, dat seksualiteit, het hebben van seks, dat dat ons allemaal raakt. Dat is een heel kwetsbaar onderwerp. Dat voel ik zelf ook vanmorgen als ik hier voor jullie sta. En jullie naar me zitten te kijken. Want dat is een beetje onlogisch. Als je me kent, dan weet je dat ik vader ben van zes kinderen. En dan ga ik praten over dit thema, wat als seks niet werkt. Hoe onlogisch en ongeloofwaardig kan het zijn? <laughs> nou, we gaan het daar niet alleen over hebben. Ik zei het al, ik wil ook heel graag iets vertellen. Ik wil graag iets vertellen ook over hoe het wel werkt. En hoe God dat bedoeld heeft. Toen ik in de voorbereiding hiermee bezig was, toen moest ik denken aan een situatie met mijn kinderen op de fiets terug van school. Ik denk dat het een week of twee, drie geleden is. Want wat gebeurde er? Op maandag werkt mijn vrouw je net, en dan pas ik op de kinderen en ik heb er nog twee thuis. En dan om kwart voor drie ga ik naar de basisschool, haal ik mijn kinderen op en dan fietsen met vijf kinderen, soms met zes, fietsen weer terug. Eén voorop, één achterop. En mijn oudste zoon die zit in groep 8. En hij had seksuele voorlichting gehad. Dat wist ik niet. Dus vanuit het niets fietsen we naar huis. Riep hij naar achteren. Hé hey pap, gebruik jij en mama ook condooms? <laughs> en er zaten al mijn kinderen zo, dus een beetje tussen en zo. Het fietsen en voorop en achterop. En voordat ik überhaupt antwoord kon geven, kwam de tweede vraag. En uh, heeft mama ook een deeldo? <laughs> nou, daar zit je dan op je fiets met je gezinnetje. En ik ga nu allemaal maar niet vertellen... wat ik er op dat moment erover gezegd heb. Ik heb het vooral even geparkeerd en gezegd... joh, maak voor, zullen we hier vanavond even samen over doorpraten? Dat lijkt me handiger. Het ging die dag bij hem op school... over seksualiteit. Ze kregen seksuele voorlichting... En daar komen natuurlijk, vind ik ook wel heel mooi, vragen vanuit die kinderen. Van ja, ik heb ons gehoord over dit of over dat. en uh, Vertel eens, meester, hoe zit dat dan? Dus ze hadden er een heel mooi gesprek over gehad. S'avonds hadden we een kruisforum, ook met Mark Florent, want we wilden natuurlijk dus wel even weten. Wat vertellen ze dan op zo'n basisschool hier in Apeldoorn rondom dit thema? Het was hartstikke mooi. En ik vond het ook wel gaaf om te merken. dat hij, zeg maar, in al zijn kwetsbaarheid. en gewoon in wie hij is, een gastje van 11 uh, jaar. dat hij gewoon zo open en zo eerlijk die vraag durfde te stellen aan mij als vader. Dat vond ik eigenlijk heel mooi. Of hey, volgens mij is dat ook precies wat ik, zo, wat ik graag wil voor mijn kinderen. Dat ik als vader zo'n open houding heb dat, dat, dat er niet veroordeling in zit. Of ah, dat mag niet, of dit doe je niet goed. Maar dat ze mij op alle onderwerpen van het leven mogen bevragen. Nou, als we met elkaar vanmorgen daarover nadenken... dan, dan komt dat natuurlijk heel dichtbij. Ook gewoon in mijn leven. Dat was de, de zoektocht ook van de week. Je gaat natuurlijk niet je eigen uh, uh, ervaring allemaal hier over een groep uitstorten en wat je er allemaal van vindt. Uh, het, het is een thema wat ons allemaal raakt. Het, het komt dicht bij jezelf, bij wie je bent als mens. Het komt dicht bij je uh, ervaringen die je gehad hebt. Misschien vanuit het verleden. Hele mooie ervaringen of misschien hele moeilijke ervaringen. Uh, het komt heel dicht bij onze emotie. Uh, het kan heel veel teleurstelling raken of gebrokenheid opraken. Ik, ik, be, ik besef me dat. En, Daarom wil ik het vanmorgen graag zeggen, ik, ik wil proberen het zo open en eerlijk mogelijk te bespreken. Maar waarin we allemaal gewoon, ja, on, onszelf meenemen. Laat het laat iets zien ook van mijn kwetsbaarheid, maar ook van jouw kwetsbaarheid. Als we het hebben over dat thema seks. Ik vind het wel stoer, dat, dat we als kerk dat gewoon ook durven, weet je wel. Niet op een arrogante manier, maar dat we, dat we graag willen dat in de kerk gewoon elk thema bewijzen ook van besproken mag worden. Dat daar inderdaad geen taboe op rust. Daarom dat we ook deze serie gestart zijn vorige week... heeft Martin gesproken over schaamte, schuld en schaamte... en wat uitgelegd over wat dan een taboe is. Nou, nu dan over uh, als seks niet werkt. Want het lijkt soms allemaal zo perfect, hè? Dat mensen het vier, vijf, zes keer doen in de week. Zeker als het lente en voorjaar wordt, de zomer wordt... en uh, dat het allemaal voor elkaar is. En uh, liever overal, behalve in bed. Nou ja, vul bij je eigen, eigen dingen daarbij in. Maar, maar de praktijk is over het algemeen wat weerbarstiger... dan de media en de beeldcultuur... Ons doet geloven of voorspiegelt. Vandaar ook dat we schrijven in ons programmablad vanmorgen en zijn van die dingen die je vroeger niet aan de grote klok zou hangen en vandaag niet posten op je timeline, op Facebook of via social media. Liever bewondering hier op het podium. Ik word liever bewonderd dan dat we in het openbaar falen, dat we worstelen, dat we er toegeven of ons misschien wel schamen. Maar in de kerk doen we daar natuurlijk niet aan mee, toch? Nou, over het algemeen dus wel, zeiden we. Het lijkt soms wel alsof we in de kerk, als het gaat over het thema seksualiteit, een soort van zwijgcode hebben afgesproken. We willen best over een heleboel dingen praten en we willen jullie vertellen over God en over liefde en over dit en over dat. En we hebben een verlangen, maar als het gaat om de onderwerpen die in de taboesfeer zitten, waren we in het verleden als kerk, zeker de afgelopen eeuw misschien wel decennia lang, wat verlegen. Of, en, en, en dat is natuurlijk ook helemaal gewoon niet oké, okay, of we. We zaten als kerk of als christenen, ik heb het zoveel gehoord over dit thema, dat wij als geen ander weten hoe het dan wel moet, wat wel mag. Geen seks voor het huwelijk alsjeblieft. Dit mag wel, dat mag niet. Nou, ik wil graag met jullie vanmorgen kijken inderdaad naar een aantal teksten uit de Bijbel, waarin de God, als schepper van het leven, dat geloof ik, dat hij uit liefde ons, in mijn geval dan een, een, een rijtje zes kinderen gegeven heeft, maar dat, dat het bij hem vandaan komt. Dat hij de bron is, dat hij de schepper is, waarin twee mensen zo heel intiem, diep geluk ervaren. Die eerste vraag, dat gaat dan over waarom, waarom eigenlijk, waarom vinden wij mensen seks dan eigenlijk zo belangrijk? Misschien is het goed dat je daar gewoon heel kort even over nadenkt. Waarom. Vinden we seks, dat is de vorige slide nog, uh, René. Waarom vinden wij seks nou zo belangrijk? Wat is dat? Waar komt dat door? Best een hele belangrijke vraag, natuurlijk. Waarom vinden wij seks zo heel belangrijk? Nou, als je daar even over nadenkt. Ik denk dat dat eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld is... want dat dat gewoon heel logisch is. Als ik zeg dat wij mensen gemaakt zijn... dat we als mens gemaakt zijn met gevoel, met emotie... Ja, dan, 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 dan zijn wij gewoon seksuele wezens. Wij vinden het gewoon heerlijk. Zo zijn we gemaakt, bedoeld, geschapen om te seksen. Dat zit in ons. Wij mannen vinden het prachtig om iets moois, een blote, mooie vrouw te zien. Dat is geschapen. Dat is niet slecht, dat is niet fout, dat is niet verkeerd. Dat zit in ons. Nou, ik heb een rijtje met een aantal uh, uh, redenen of een aantal items. Wat maakt dat wij seks zo belangrijk vinden? Wat we zo mooi vinden? We zijn geschapen, gemaakt om in relatie, om in verbinding te leven, om contact te hebben. Ik denk dat er weinig tot geen mensen zijn die dat niet willen. Ik denk dat er weinig mensen zijn die ervoor zouden kiezen om op een onbewoond eiland te gaan zitten voor de rest van hun leven. Ja, natuurlijk kan van alles gebeurd zijn dat je het niet, meer, niet, meer, niet, meer, niet liever wil dan dat je wil gaan en vertrekken, omdat het allemaal zo druk en zo jachtig is in ons leven. Maar over het algemeen zijn we gemaakt, geschapen om contact te hebben. Om, om op hartsniveau verbonden te zijn met die ander. Ik geloof dat, dat wij mannen en vrouwen, er zijn eh, inmiddels meer dan 7,5 miljard, we gaan richting de 8 miljard geloof ik. Dat, dat, dat we, er zijn er zoveel, maar over het algemeen zijn er twee figuren: een mannetje of een vrouwtje. En natuurlijk, ik weet, we zitten natuurlijk volop in een discussie. En dat maakt het ook allemaal best wel kwetsbaar, ook voor morgen. Want ik kan lang niet alles benoemen als we nadenken over seksualiteit. We zitten in, 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 in een, in een uh, cultuur waarin ook uh, nou, de, de genderneutraliteit uh, uh, besproken wordt. En als je je dan man voelt terwijl je vrouw bent en andersom, dat is allemaal super ingewikkeld en heel kwetsbaar. En ik heb gewoon te weinig tijd voor morgen om daar allerlei dingen over te gaan roepen. Maar op hoofdlijn hebben we man of een vrouw. Heel verschillend en prachtig complementair aan elkaar. Waar ik in mijn relatie met je net relatief snel laat je op en laat je dicht kan denken. zit je net veel meer in die associatieve gedachten. en in lijnen en in verbanden. voelt zij veel dieper, veel intenser aan over het algemeen. waar iemand anders zit in een gesprek dan ik. En ik denk, we hebben het volgende onderwerp. We zijn zo verschillend. en tegelijkertijd als man en vrouw zo complementair aan elkaar. waarin je elkaar aanvult. en samen een mooie eenheid kan zijn. En we hebben natuurlijk een ongelofelijke aantrekkingskracht kracht op elkaar, mannen en vrouwen. Ik denk dat we allemaal voelen bij tijden. Dat je, dat je je gewoon aangetrokken voelt, en volgens mij is dat ook precies wat het is met seksualiteit. Dat je je extreem aangetrokken voelt gewoon tot die ander. Dat zit in ons. Wij zijn seksuele wezens. En dat is 100% oké. Okay. Zo zijn we gemaakt. Daar hoeft geen schuld of schaamte aan vast te zitten. Daar hoeft geen onzekerheid over te zijn. Dit is wie we zijn. Mensen. Gemaakt, geschapen en bedoeld. En als we dan nadenken over seks en waarom seks zo belangrijk is voor ons mensen, denk ik dat je kan zeggen dat, dat seks. Ik zeg wel eens dat is een overgebleven paradijsbloem. We geloven hier in de kerk en de basis dat, dat God de wereld gemaakt heeft, geschapen heeft. Dat hij twee mensen, Adam en Eva, schiep om in vrede en voluit liefde met elkaar te leven. Te genieten van elkaar maximaal, te genieten van, van alle dieren en planten en alles wat er was. En dat de gebrokenheid, dat er, dat er zonde, pijn verdriet in het leven kwam. Ik geloof dat, dat als we denken en nadenken over seks, dat, dat dat de meest intieme vorm van liefde is. Een uitingsvorm van, van diepe genegenheid van twee mensen tot elkaar. Ik geloof dat dat de basis is. Omdat God zelf de bron van liefde, de basis van ons leven is. En misschien denk je wel van, ja, mooi verhaal, maar ik geloof er helemaal niks van. Nou, Waar geloven dat hier bij de basis, dat God. De schepper is, dat Hij je gemaakt heeft, dat Hij je bedoeld heeft, dat Hij je gewild heeft, dat God onnoemelijk veel van je houdt, dat je door Hem geliefd bent. En dan kun je rondom dit onderwerp je misschien wel hartstikke verlaten voelen. Hè? Daar, gaan we een paar dingen over, daar ga ik een paar dingen over zeggen. Dan kan je rondom dit thema heel erg gekwetst zijn. Dan kan je rondom dit thema heel veel gebrokenheid met je meedragen. Misschien wel als een last. Luister vanmorgen naar wat God zegt bij God. Ben je geliefd? Bij de scheppen van het leven, bij de scheppen van seksualiteit, is in Jezus naam geen veroordeling. Gewoon niet. Als ik dat op me laat inwerken, dan heb ik daar eigenlijk helemaal geen woorden voor. Wat dat betekent, want, want dat maakt je zo vrij als mens. Als je mag geloven dat er vergeving is, dat, dat Jezus je niet veroordeelt om wat je gedaan hebt, en al helemaal niet om wie je bent, maar dat Jezus zegt, ik hou van je. Ik geef mijn leven zodat jij in liefde en in vrijheid kan leven. Als we nadenken over seks, is dat wat het is. Een cadeau van God waarin het zijn verlangen is dat twee mensen diep gelukkig zijn. De meest intieme vorm van liefde. En natuurlijk. Er valt meer over te zeggen. Ik lustte dat een beetje vanmorgen. Natuurlijk, een intense fysieke emotie. Want als twee mensen seksen, dan is er, dan is er opwinding. Dan, 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 dan gebeurt er van alles in ons lijf. Er, komt er heel veel hormo komen er heel veel hormonen vrij. En dan hebben we een hoogtepunt en hebben we diep, kunnen we diep geluk ervaren. Dat is mooi. Ik vind dat prachtig. En tegelijkertijd valt er natuurlijk veel meer over te zeggen. Ik ga dan in die voorbereidingen van zo'n toespraak een beetje kijken. Hey, wat, zeggen nou, wat zeggen mensen dan nou? Wat zeggen seksuologen erover? Wat zeggen psychologen en relatietherapeuten daarover? Ik vond een mooi artikel, dat wil ik je even laten zien. Dat gaat over wat er allemaal gebeurt en alle positieve verhalen rondom seksualiteit. Kijk eens wat die staat. Dus het gaat om de positieve hormonen die vrijkomen in ons lijf. Bij vrouwen bijvoorbeeld, stijgt het testosterongehalte, waardoor sportieve prestaties verbeteren. Nou, hou je van sporten moet je vooral veel seks hebben. dan ga je het alleen maar beter van doen. In hoog tempo worden de hormonen oxytocine, dat is een soort knuffelhormoon, en vasopressine aangemaakt. Door deze stoffen voelen de partners zich verbonden. Oxytocine heeft bovendien een rustgevende werking. Na seks val je makkelijk en snel over het algemeen in slaap. Nou, dan weet je waar dat vandaan komt. De aanmaak van endorfine ook dat is. Dit verhoogt de pijndrempel maar liefst twee keer. Een natuurlijk middel tegen hoofdpijn. Een goede reden, check, om een keer te seksen. Na een orgasme wordt in de hersenen het hormoon prolactine aangemaakt, waardoor de zin in seks ook weer afneemt. Bizar, hè? Dat wist ik niet. Dat, dat ook dat zeg maar, in ons lijf, in ons systeem zit. En nogmaals, ik geloof dat God het erin gelegd heeft, dat God het geschapen heeft. Zo werkt dat dus. Uit onderzoek van de neuroloog Sam Weiss blijkt dat prolactine ook verantwoordelijk is voor het aanmaken van nieuwe hersencellen. Dus wil je wijzer worden, <laughs> moet je vooral uh, regelmatig uh, de liefde bedrijven. De aanmaak van dopamine zorgt voor een ontspannende goed gevoel. Mannen verliezen bij een zaadlozing, zelfs kankerverwekkende stoffen. Hierdoor neemt bijvoorbeeld de kans op prostaatkanker af. Nou ja, enzovoort. Nog even over gewicht. Een intensieve vrijpartij is goed voor de lijn. Je verbrandt met een half uur vrij maar liefst 150 kilocalorieën. Ik wist het niet. Nou kortom, ik kan natuurlijk veel meer daarover zeggen, maar in, op, die, op, op, op tal van websites vind je hele mooie verhalen, allemaal positieve verhalen over hoe goed het is en hoe waardevol het is om vooral met elkaar veel te vrijen. Nou, daar valt veel meer over te zeggen, dat doe ik nu niet. Wat ik bijzonder vind, is dat dat nieuwe leven, waar twee mensen, en ik geloof dat dat geldt voor een man en een vrouw, waar twee mensen, een man en een vrouw, samenkomen en diep geluk ervaren. Wat, wat, wat gefundeerd is, of wat, waar de basis liefde en trouw van is, omdat God de bron van liefde is, dat, dat op die basis van liefde en trouw, en een belofte, daar gaan we het straks over hebben, dat als zij samenkomen, dat, dat alleen daar in het meest intieme moment, dat alleen daar nieuw leven kan plaatsvinden. Ik geloof dat de Heere God daar zo duidelijk en zo goed over nagedacht heeft, dat, dat het alleen daar kan gebeuren, omdat het zo kwetsbaar is. Begrijp je? Waar, waar, waar twee mensen samenkomen en twee mannen samenkomen en twee vrouwen samenkomen. Er ja, kan over het algemeen geen nieuwe, nieuw leven ontstaan. Waar een man en een vrouw samenkomen en diep geluk ervaren. Dat is de plek, ik geloof dat het Gods creatie is. Dat is de plek waar nieuw leven kan ontstaan. En dan lees je bijvoorbeeld over in Psalm 139. Zoals jij hier op deze stoel zit vanmorgen. Ben je door God gezien vanaf het allereerste prille kleine begin. Lees eens mee in wat die schrijver daarover zegt in de Bijbel. God, u hebt mij gemaakt. U maakte mij in de buik van mijn moeder. Elk deel van mijn lichaam hebt u gevormd. En ik dank u daarvoor. Want het is een wonder. Het is een wonder zoals ik ben gemaakt. Sowieso, alles wat u maakt is een wonder. En dat weet ik heel goed. U heeft me al gezien toen ik in het geheim gemaakt werd. U hebt me al gezien toen ik diep in de aarde ontstond. Toen mijn lichaam nog geen vorm had, zag u mij al. En nog voordat ik werd geboren, wist u alles al van mij. Kijk, ik, ik ken u natuurlijk niet allemaal, dus ik weet niet zo goed wat, wat dit soort woorden met je doen. Het kan misschien wel een beetje vreemd overkomen. Is er echt een hogere macht? Is er dan echt iemand waarvan jij zegt dat het God is, de schepper is, die werkelijk alles van me weet? Het kan zelfs beangstigend zijn. Ik kan alleen vanmorgen voor mezelf spreken. Ik vind het heel, heel veel zeggen over Gods liefde. Dat Hij me niet veroordeelt. Met vallen en opstaan probeer ik Jezus te volgen. Zijn zijn principes leidend voor mijn leven? Maar dat Hij alles weet, de dingen die ik liever hier niet vertel vanmorgen. Die ik liever niet, denk aan het lied wat we net zongen of waar we naar luisterden. Die we het liever niet aan het licht brengen. Die we een soort van in, in de duisternis houden. Hij weet het allemaal. Omdat hij van me houdt. Omdat hij graag wil dat ik het aan het licht breng. Zodat er vrijheid kan zijn. Bij God vandaan. God heeft me gemaakt. Ik geloof dan ook, en dat lezen we in de Bijbel. Dat het Gods verlangen is dat we ook over dit thema seks vanmorgen. dat we diep geluk ervaren. Kijk maar, het staat in de Bijbel. Jeremia schrijft daarover. Jeremia 29. Daar zegt God. Tegen, tegen mensen, en hij zegt het vanmorgen tegen jou en tegen mij: Ik heb jou, ik heb jullie geluk voor ogen. En het is een Bijbeltekst die regelmatig hier ook wel langskomt. Het is het, is het verlangen van God voor jou. Ik heb je geluk voor ogen en niet je ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. En als je mij aanroept, jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, dan zal ik naar je luisteren. Het is een belofte van God vanuit zijn liefde voor jou. Dat als ik God als schepper ook in mijn seksualiteitsbeleving, mijn seksuele voorstellingsvermogen betrek, dan lees ik hier dat het Gods verlangen is, dat het Zijn bedoeling is, dat wij mensen diep geluk ervaren. Vind ik zo mooi. Nou, als we dan even kijken naar, naar, naar wat dan de bedoeling van seks is, dan... En nogmaals, ik ben niet volledig natuurlijk hè, vanmorgen, dat, dat lukt gewoon niet. Dus ik, ik cluster het een beetje, ik breng het een beetje bij elkaar. Dan zie je een aantal dingen eh, langskomen als het gaat over de functionaliteit van seks. En dat is de volgende slide. Daarin zien we wat dan de bedoeling is geweest. Als het gaat over seks. Twee mensen, nee, dit is de eerste. Twee mensen die intens genieten. En misschien zit je hier wel en denk je, ja, daar ben ik heel ver bij vandaan. Dat kan natuurlijk hè. Maar ik geloof dat dat het is. Gewoon twee mensen die in, in het meest intieme moment van het leven. op hartsniveau, op ziel, geest- en lichaamniveau. op alle heel je wezen en alles wat je bent. samen één wordt. intens geluk ervaren. Genot en opwinding. Nou, dat gelukshormoon en dopamine komt daar dus ook in vrij. Wat het alleen maar versterkt. Het tweede, de bedoeling van seks. Ik geloof dat het, dat het gemaakt is dat het, dat het een functie heeft, een bedoeling heeft om een eenheid te vormen. Dat je dus samen. Geestelijk en fysiek echt helemaal één bent. Daar zijn we in onze tijd natuurlijk helemaal vandaan. Hè? Daar, daar beleven we over het algemeen, en natuurlijk ook de, de jonge generatie, seks gewoon meer als een soort van snack of een one-night stand. We hebben even seks en dat is het dan. We hebben een genotsmomentje gehad. Ik heb vooral zelf veel plezier ervaren en, en, en we gaan weer door. Maar we realiseren ons niet meer dat, dat het ontworpen is en dat het dus ook. Uh, fysiek zeg maar, en, en geestelijk van alles gebeurt als twee mensen bij elkaar zijn en de seksbedrijven. Want dan komen niet alleen twee lichamen bij elkaar en plat op elkaar. Maar dan, dan ook in de geestelijke wereld worden twee geesten, twee, twee wezens, twee identiteiten als het ware, versmeld tot één. Daar zegt de Bijbel een aantal interessante dingen over. En daar zijn we helemaal bij weg. Waar liefde de basis van is. Waar ik gericht ben op de ander, waar ik gericht ben op uiteraard ook op mezelf om, om met elkaar te genieten, is gewoon even seksen het echt een ander verhaal geworden. Nou, twee moeilijke woorden als het gaat om de hormonen die dan vrijkomen. Oxytocine wordt vrijgemaakt in de hersenen van de vrouw, waardoor alleen maar meer verlangen naar intimiteit en aanraking ontstaat. Zo is het gemaakt. En vasopressine, een monogame molecuul, bij de man wordt aangemaakt. Komt vrij bij een zaadlozing en versterkt de emotionele band. Misschien herken je dat ook gewoon als je dit zo leest. Wat er allemaal van binnen dan gebeurt. Nou, het derde, ik geloof dat als, als twee mensen de liefde bedrijven, dan, dan uiteindelijk communiceren dan ook gewoon hè, zonder woorden. Je zegt als het ware, joh, ik, ik ben er voor jou. Dit is het. Je deelt je liefde. Ik kies voor jou en voor niemand anders. Jij bent de ware voor mij. En dan laat ik niemand tussenkomen. Communiceren en liefde delen. Zonder woorden. En wat kan dat ook diep zijn? Als twee mensen samenkomen en seks hebben... Dan, dan geef je jezelf echt letterlijk bloot. Hoe kwetsbaar is dat? Dit is wie ik ben. Met heel mijn hebben en houden. Dit is het. En, en, dan, en dan bevestig je elkaar gewoon in dat het oké okay is. In tegenstelling tot de beeldcultuur. Waarin natuurlijk ja, we met z'n allen er wat van maken of gemaakt hebben... Dat het een nog perfecter eruit moet zien dan de ander. Ja, is dit wat het is? En het is oké. Okay. En je voelt je geliefd en geaccepteerd om, omdat het oké okay is. Omdat je gekozen hebt voor elkaar. En dat hoeft niet in het extreme. Dat hoeft niet met een sixpack. Ja, het zou mooi zijn, ik heb hem niet. Overgave: jezelf helemaal blootgeven, de ander bevestigen. Ik vind je mooi gewoon in wie je bent. Nou, dan tot slot. Ja, ook daar zijn we natuurlijk heel ver bij vandaan doordat we allerlei voorboedsmiddelen en allerlei dingen daarover uh, ontwikkeld hebben. Ja, seks is natuurlijk nog altijd ook gewoon heel functioneel om een nieuwe generatie jonge kinderen op te, op te voeden, mensen te laten groeien. In het meest intieme moment wordt nieuw leven geboren. Samen een kind krijgen, wat is er mooier dan dat? Het is van God gegeven, ik ben er zo van overtuigd. Nou, wat gebeurt er dan als het gaat over seksualiteit in de samenleving? Want, want dat is ook eerlijk, hè? je kan een heel mooi verhaal houden over hoe het allemaal bedoeld is enzovoort. Maar eh, ik moet je eerlijk zeggen, ik, ik vind het soms wel ingewikkeld. Want als ik op een gemiddelde zaterdagmiddag met je net door de hoofdstraat ga... Uh, dan, dan zie ik links en rechts uh, de, de meest mooie, prachtige uh, vrouwen. Half ontbloot, uh, de, de, de paspoppen prikken de tepels tegenwoordig gewoon door de strakke t-shirtjes heen. Uh, uh, je ziet zoveel langskomen. Ik zeg wel eens, ik krijg op één een, op een dag meer seksuele prikkels te verwerken, als man dan hè, in dit geval eventjes... dan mijn opa zijn hele leven te verwerken heeft gehad zo'n beetje. Weet je dat, hè? Dat is een beetje de cultuur waar we in zitten volgens mij. En dat lijken we allemaal mensen, ik heb er een plaatje van. Het lijken we allemaal mensen die, die naar je kijken of die, die, je, die je aanstaren. van joh, uh, ik heb gewoon echt maximaal trek in je en het liefst nu. Is dat dan de realiteit? Is dat hoe het, hoe het functioneert? Ja, natuurlijk, die mensen, die mensen zijn er. Die, die veel testosteron in hun lijf hebben en die, die graag veel seks willen hebben. Maar als je naar deze beelden kijkt, links is bijvoorbeeld gewoon de reclame van een parfum. Ja. Lieve mensen, met alle respect, maar als ik dit soort beelden langs zie komen... en natuurlijk omdat ik over seks moet spreken, uh, ga je dan ook eventjes gewoon lopen zoeken op internet. Maar wat komt er allemaal langs, joh? Nou, ik ben er niet vrij van, hoor. In die zin dat het van alles naar me doet. En ergens is het prima, geloof ik, omdat ik als man dus gemaakt ben. En ik vind dat wat binnenkomt, wat ik zie, zo zijn mannen geschapen, dat doet iets met ons. Dat geeft een seksuele prikkel. Waar vrouwen veel meer zoeken naar de geborgenheid en de intimiteit, hè, dat kennen we allemaal wel. Ja, doet dit iets met je? Maar is het een realiteit in hoe de vrouwen me aanstaren? Vanaf een billboard of vanaf mijn scherm. Ik, ik vind ergens dat, dat, dat het geen recht doet aan, aan wat het is. Aan hoe het bedoeld is. Als je kijkt naar seksualiteit in onze huidige cultuur... zijn cultuursociologen een poosje terug dit erover. Voor steeds meer mensen, voor steeds meer mensen is het nieuw... Om met liefde en trouw te experimenteren in plaats van met seks. Seks is als het ware bij de consumptiecultuur gaan behoren. Iedere behoefte moet snel bevredigd worden. Hebben we honger? Snel even wat eten scoren. Baan niet leuk? Snel een andere baan. Alles moet nu, nu, nu lijkt het wel. Nou, hetzelfde geldt ook voor seks. Dat gaat steeds sneller en allemaal steeds makkelijker verkrijgbaar. Zoals een soort van Big Mac via de McDrive. En het hele traject dat daaraan vooraf gaat. Wat eraan vooraf hoort te gaan, waarin je iemand eerst beter lid kennen op al tal van niveaus: uh, vanuit emotie, vanuit relatie, geschiedenis, je plek in de familie, op al die verschillende gebieden van het leven, ja, dat, dat wordt vrijwel standaard overgeslagen. Dus we zitten met elkaar in een cultuur, waarin, waarin liefde en trouw, van waaruit uiteindelijk seks dan gewoon het hoogtepunt is en je diep geluk en genot ervaart. Zitten we in een beeldcultuur waarin dat helemaal is losgekoppeld? Als ik seks wil, dan wil ik het nu. En het liefst met de vrouw die ik dan uitkies. En graag op de manier zoals ik het zie, via pornografisch materiaal of nou ja, hoe, hoe ik er naar kijk. We hebben het dan over een consumptierelatie of een verbondsrelatie. En die cultuurpsycholoog zei daarover, in een consumptierelatie halen of presteren we vooral om aan de behoeften van de ander te voldoen, gebaseerd op ervaring of gevoel. Het is als joh, ik wil aan mijn trekken komen. Of we zitten aan de andere kant. Waarin we zo onzeker zijn, en onderzoeken laten dat ook allemaal wel zien uh, inmiddels. Dat we vooral soort van vanuit een soort. Ik ben een marketingtool en mezelf moet bewijzen aan de ander. Want stel je voor dat die ander weer bij me weggaat: of halen of presteren om aan de behoeften van die ander te voldoen. En dat is dan veelal gebaseerd op, ja, op, op ervaring en op gevoel. Ik geloof echt. Ik geloof echt heel diep, dat komt uit mijn tenen, veel meer in die verbondrelatie. Waar een man en een vrouw ervoor gekozen hebben: ik wil voor de rest van mijn leven kiezen voor jou. Ik heb het tegen je net gezegd toen we ergens in een kerk stonden, 15 jaar geleden. Joh, ik beloof hier voor de Heer God en zijn kerk, de gemeente, dat ik genomen heb en neem, jou, net van Bloemendaal. En ik beloof dat ik je nooit zal verlaten in goede nog kwade dagen. In ziekte of gezondheid. In armoede of rijkdom. Totdat de dood ons zal scheiden. En natuurlijk beloven heel veel mensen dat. En natuurlijk is de intentie bij heel veel mensen dezelfde als de intentie die ik heb, die ik had 15 jaar geleden. Maar wat is het ook ingewikkeld en kwetsbaar, lieve mensen, als we het hierover hebben. Want als we kiezen voor die ander. Op een gelijkwaardige manier vanuit vrijheid en gericht op die ander. Ja, dat is natuurlijk gebaseerd op liefde en trouw. Maar als het dan moeilijk wordt, ja, geloof ik toch ook echt dat, dat, dat mijn huwelijk, mijn relatie met mijn vrouw net tegen een stootje kan. En natuurlijk moeten we oppassen. We hebben inmiddels een soort van bedrijf aan huis. En hoe snel gaat het over dat bedrijf in plaats van over, over elkaar? Hoe snel gaat het over de kinderen of vragen de kinderen de aandacht in plaats dat het gaat over, joh, wie ben jij? Wie ben ik? Waar wil jij in groeien als mens? Waar wil ik in groeien? Hoe kunnen we elkaar bevestigen, stimuleren, bemoedigen? Hoe kan, ik, hoe kan ik nog beter naar je leren luisteren? Hoe kan ik je laten stralen als mijn vrouw? Zo wezenlijk. Maar er valt meer over te zeggen. Want als we het hebben over die verbondsrelatie, ja, weten we ook dat, dat het in de praktijk zoveel weerbarstiger is. Waar 4.500 kinderen bijvoorbeeld per maand horen dat hun ouders uit elkaar gaan. Waar er gedoe is. Maar de Bijbel spreekt over, over die huwelijkstrouw. Vanuit liefde tot de ander. Zien we in de praktijk dat dat er bijna haaks op staat. Kijk, zo'n tekst uit Genesis 2 bijvoorbeeld hè, vind ik een hele, hele waardevolle tekst, omdat God zo duidelijk daar spreekt over wat de bedoeling is geweest. Zo komt het staat er dan, dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw met wie hij één lichaam wordt. En als je dan gaat graven in die grondtekst, dan zie je dat het als het ware een keuze is dat, twee, dat een man en een vrouw samenkomen en als ze één zijn geworden, dat ze als het ware niet meer vastgeluimd aan elkaar zitten. Dat er van alles gebeurt, fysiek, maar ook geestelijk, op hartsniveau. Elkaars geest die verbonden raken met elkaar. Elkaar ziel als het ware, een eenheid worden. En als je dat probeert uit elkaar te trekken... dan is het als het ware als lijm of kauwgom... of, of, of dat slijmerige spul wat mijn, 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 mijn dochter Lise Marie mee, mee speelt. Het is bewijs van niet meer uit elkaar te halen. Dat is de bedoeling geweest. Van God. Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en zijn moeder... en zijn hecht en zijn vrouw. Losmaken was dus ook gewoon echt los van thuiskomen. Op eigen benen gaan staan... Toen ik ging trouwen met je net, moest de fotograaf een foto maken van mijn vader die me een soort van schoppen onder mijn kont gaf. en jongen, nou moet je het zelf gaan doen. Gewoon symbolisch. Ik heb die foto nog. Natuurlijk altijd terug kunnen komen op het nest, thuis en je vragen stellen. Maar zelf, zelf het leven gaan leven. Je ziet ook heel vaak gewoon ook in, de, in de gesprekken wel, die, die, die ik met mensen heb. dat Zeker met jonge stellen, jonggetrouwde stellen. Dat dan met name de, de, de vrouwen, de meiden nog heel vaak even terug naar huis gaan om te checken. Klopt dat? Is dit de juiste keuze? Of is dit een mooie of goede aankoop? waarin de jongen volgens de banken zitten van ja maar he, hallo en ik dan, ik ben een soort van tweede rangs. Loskomen van thuis is ook echt gewoon kiezen voor je partner, je man respecteren, eren en je vrouw echt laten stralen. Dat is mijn verlangen voor mijn eigen vrouw. Ja, je hechten aan je vrouw aan je man en samen één worden. Dat is Gods bedoeling geweest. Maar dan en en zo eerlijk wil ik ook gewoon zijn vanmorgen wat dan als seks niet werkt. Wat als seks niet werkt? Dan zit jij hier misschien vanmorgen. En denk, ja, leuk verhaal, Jeroen, het is mooi. Maar, maar wat als het niet lukt? Wat zijn dan, wat zijn dan redenen waarom, waarom het misschien wel helemaal scheef gegroeid is? En hoe moeten we daar dan mee omgaan? Nou, ik denk dat het heel goed is om ook daarbij stil te staan. Ik heb een aantal dingen opgeschreven. Wat maakt dat, dat seks bijvoorbeeld niet werkt? Het kan gewoon heel, heel ja, concreet een verschil in libido zijn. Waar de een als het ware misschien wel uh, elke dag zou willen. En de ander gewoon helemaal niet. Daar gewoon helemaal veel minder mee bezig is. Maar dat zie je. Hè, dat mannen over het algemeen gewoon, uh, daar, ja, daar graag meer tijd voor vrijmaken. En qua frequentie meer zouden willen doen. Uh, zijn, zitten de vrouwen toch echt wel een beetje, ik generaliseer uiteraard, uh, wat anders in elkaar. Daar moet je dan toch gewoon in het samen, in het eerlijk zijn, daar eerlijk over praten, dat is soms moeilijk. Dat toch een beetje uit zien te komen. Door het gewoon maar te benoemen. Want ja, als jij niet benoemt, als ik niet benoem wat ik wel of niet fijn vind. Of wat mijn verwachting is als het gaat over seks. Ja, hoe kan de ander dan daarin groeien? En, en daarin proberen tegemoet te komen. Verschil libido. Het kan zijn dat er weinig of misschien helemaal geen aandacht meer voor elkaar is. Omdat er andere prioriteiten worden gelegd. dat we te druk zijn. Of omdat je te druk bent met je kinderen. <coughs> ik heb er dan zes. Ik herken hem wel. Dat je te druk bent met, met je gezin om het allemaal maar een beetje voor elkaar te, te boksen. Het is wezenlijk om, om regelmatig daar even aandacht voor te vragen. Ik sprak van de week een seksuoloog, een relatietherapeut. En zij zei heel vaak, als ik stellen bij mij in de praktijk krijg... dan, 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 dan komen ze bij me van, joh, we willen ons seksleven beter... want het is gewoon niks meer. Het stelt niks meer voor. En, en, en dat willen we wel. En toen zei ze, maar dat is uiteindelijk niet het probleem. Wat daar vaak onder ligt, is dit. Dat, dat je gewoon op hartsniveau uit elkaar gegroeid bent. Dat je ergens nog wel wil... In sommige gevallen wil je natuurlijk ook gewoon niet meer dat het te veel gebeurd is. Maar dat, dat, dat op hartsniveau mensen zo uit elkaar gegroeid zijn dat, dat er geen connectie meer is. En ja, uiteraard wordt de seks daar, daar niet beter van. Een reden kan zijn dat, dat, je, dat er weinig of misschien wel helemaal geen emotionele veiligheid is, misschien wel wantrouwen, dat je de ander niet vertrouwt. Ook dat geven jongeren aan, hè? jong volwassenen die samenwonen, die geven aan dat ze zich soms meer een marketingtool vinden en zich moeten bewijzen omdat ze bang zijn dat de ander weer vertrekt. Jongeren geven aan dat ze soms bewust kiezen voor meer seks met hun partner omdat ze te bang zijn dat als ze dat niet doen, dat de ander gewoon weer gaat als ze een leukere vent of een mooiere meid tegenkomen. Weinig tot geen emotionele veiligheid. Je ja, kan hier misschien vanmorgen wel zitten en dat er dingen in je leven zijn gebeurd die zo kwetsend zijn dat het je niet lukt. En het is heel belangrijk dat je daar eerlijk over bent of eerlijk over wordt. Het is heel belangrijk dat je jezelf daarin uiterst serieus neemt. Want het kan alleen maar meer schade brengen als, als je dat niet doet. Het kan een, een hele legitieme reden zijn om, om niet, aan seks, niet, niet eens aan seks te willen denken. Misschien dus zit je wel, en er zijn er keer op keer zijn mensen over, je, over, over de grens gegaan. Of, of voel je je waardeloos omdat het niet is gegaan rondom seksualiteit zoals je het gewild had of, of zoals God het bedoeld heeft? Ik geloof dat de herstel mogelijk is. Daar zullen we zo mee afsluiten. Het kan zijn dat je hier zit en dat je, als het gaat over seks, dat je, dat je ontevreden bent. Omdat, ja, weet je, vanwege de kwetsbaar verleden je misschien wel veel negatieve teleurstellingen en ervaringen hebt. Of te, ontevreden bent omdat de frequentie gewoon niet oké okay is wat jou betreft. Of de, of de locatie. Uh, altijd alleen maar standaard in bed en altijd op dezelfde manier. Het is niet meer wat het is. Dat kan zijn dat je het saai vindt. Of dat je het niet spannend genoeg vindt. Er zijn nog een aantal redenen. En ik heb het wat geclusterd. Dat is de volgende slide. Wat als seks niet werkt? Je ja, kan er misschien wel zitten. En dat je denkt van ja... Het gaat vandaag over seks in de kerk. Seksualiteit. Maar ik heb geen partner. Dat is ingewikkeld. En lieve mensen, ik, ik voel ook de kwetsbaarheid daarover. Ik kan daar ook niet zo heel veel over zeggen. Want ja... Zelfgetrouwd enzovoort. Dus wat kan ik zeggen over als jij hier als, als single zit. en verlangt naar een, naar, naar een vent. of verlangt naar een, naar een vrouw. en dat het er gewoon niet van komt. of dat dat niet gelukt is. Dat, is? dat is ingewikkeld. Want wat moet je dan met dat thema seksualiteit? Dat lijkt me echt in ingewikkeld. En tegelijkertijd willen we graag een kerk zijn. die dit soort taboes gewoon maar doorbreekt. door het te benoemen. Een kerk zijn waarin we gewoon in alle openheid. en eerlijkheid en kwetsbaarheid. gewoon maar willen delen van. nou wat. Hoe we, hoe we in het leven staan en wat God erover zegt. En hoe we elkaar kunnen helpen om, om, om daarin misschien wel een stapje te maken. En te groeien of misschien wel een partner te vinden. Wat is het goed als we hier eerlijk in zijn en af en toe eens in ons eigen hart laten kijken? Misschien zit je hier wel en heb je, heb je geen partner meer. Is hij of zij gestorven? Dat is ingewikkeld. Of kom je uit een gebroken relatie? Is hij of zij vertrokken? Je bent wel mens is ingewikkeld. Het kan zijn dat je fysieke problemen hebt, dat seks gewoon niet lukt. Ik geloof, praat of leer erover te praten. Dat doet al zoveel. En wellicht zijn er manieren of momenten dat je daarin kan groeien en dat er wel uh, weer, uh, weer toekomst is. Emotionele onzekerheid, moeite met overgaan, vertrouwen, jezelf kwetsbaar opstellen. Misschien zit je hier wel met een heel veel gevoel van schuld en schaamte. Teleurstelling over je seksuele relatie. Omdat je je hebt laten leiden door, door allerlei fantasieën of door pornografisch beeldmateriaal. Het is zo verleidelijk. Hè? Het, is, het is ook zo dichtbij in onze tijd. Het zijn twee, drie swipes. Is, je, je bent er zomaar. En je kan de meest bizarre pornografische beelden kijken. Ik voel dat zelfs. Ik voel dat zelf zo af en toe. Dat, dat op momenten dat je, dat, 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 dat je te veel seksuele prikkels hebt. Dat je zomaar. Dat ik dacht van mezelf, schrik. Huh? Hoe zit het? Als ik de onderzoeken moet geloven, kijkt meer dan 80% van de mannen heel regelmatig naar erotisch beeldmateriaal. En in tegenstelling tot de helft van de vrouwen, ruim 40%. Dat doet iets met onze beeldvorming. En ik geloof, daarom benoem ik het vanmorgen. Ik geloof dat het belangrijk is dat je daar voorzichtig mee bent. Dat je dat benoemt. Ik breng het aan het licht. Als ik naar erotisch beeldmateriaal heb gekeken, zeg ik het tegen je net. Dan is de spanning eraf. En dan, dan, dan weet ze dat. En het mooie is dat, er, dat, dat, dat ik vergeven ben. Dat, dat ik geen schuld en schaamte met me mee hoef te zeulen. Om, omdat ik weet dat God van me houdt. Dat ik geliefd ben. Dat is zo wezenlijk. Want als ik porno kijk, kan dat ook gewoon iets doen tussen mijn, in mijn, tussen mijn oren en mijn hersenen. Ik spreek jonge mensen die zeggen: Ja, ik vind er gereed aan als het gaat om seks. Waarom niet? Omdat omdat, omdat ik gewoon helemaal niet. Uh, ik, 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 ik vind het niks aan, ik heb alleen maar pornografisch beeldmateriaal in mijn hoofd. En dan valt het allemaal zo tegen. Ik geloof dat het het kwaad is wat, wat het mooie van God rooft. En dat het je eerder kapot maakt dan dat het een bijdrage brengt, een bijdrage levert aan onze seksualiteitsbeleving. We gaan afronden, want de tijd zit er alweer, zit er alweer op. Hoe zit dat nou met dat thema? Wat als seks niet werkt? Ik wil terugkomen op Psalm 139, waar God zegt: God, u weet alles van mij. Waar, 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 waar schrijver zegt: God, u weet alles van mij. Heer, u weet alles van mij. U kent mij. U weet waar ik ben en u weet waar ik heen ga. U weet wat ik denk, ook al bent u ver weg. U ziet me als ik thuis ben en u ziet me onderweg. U ziet alles wat ik doe. Voordat ik mijn mond open doe, weet u al wat ik wil zeggen. U bent voor mij, en u bent achter mij, en u bent om mij heen. Uw hand houdt me vast. Ik vind het een wonder dat u mij zo goed kent en ik kan het niet begrijpen. Weet je, ja, ik, ben al, ik ben al een heel postchristen, christen, maar ik vind dit zo mooi. Als er bij God geen veroordeling is en ik dit lees, dan hoef ik me bij God ook niet te schamen. Ook niet op het gebied van seksualiteit. Ik weet wat zijn bedoeling is voor mijn leven, voor jouw leven. Het is oké. Okay. Als hij toch mijn schepper is, als hij me gemaakt heeft om intens te genieten, ook juist ook van seks. Dan hoeft er geen schuld en geen schaamte te zijn. Dan mag ik daar ook intens van genieten. Sterker nog, omdat hij erbij is. Omdat hij het zelf ontworpen heeft. Vind ik zo mooi. Het kan jou misschien wel beangstigen. Oh, hoe zit dat dan? Nou, ik hoop dat je daarin... Misschien, misschien kunnen we als kerkje daarin helpen. Stapje bij stapje dingen aan het licht kan brengen. En gewoon die vraag kan stellen. Joh, zou je me hier eens bij willen helpen? We willen huwelijkscursussen aanbieden. Want dat doen we hier in de basis. We willen met je mee oplopen om samen met jou te ontdekken wat Gods bedoeling en Gods plan voor je leven is. God, ik wil dat u alles van mij weet. Ik wil dat u weet wie ik ben. Kijk in mijn hart en onderzoek al mijn gedachten. En kijk of ik leef zoals u dat wilt. En leid me op de weg die u mij wijst. Het is de God, de schepper van het leven, die van jou en van mij zo intens houdt. Vorige week, en daar wil ik mee afsluiten. Vorige week vertelde Martin dat prachtige verhaal over die vrouw die bij de waterbron stond. Weet je nog? Misschien, misschien was je er, en anders vertel ik het je heel kort. Een prachtig verhaal in Johannes 4: waarin, waarin een vrouw die vijf mannen had versleten. en een soort van scharrel met de zesde man had. bij de waterput komt. Op het heet van de dag, omdat de vrouwen op een ander tijdstip kwamen. maar zij wilde geen ontmoeting met die vrouwen, want ze zat vol schuld en schaamte. Ze durfde. Niemand meer onder ogen te komen. En als zij daar dan bij die waterput zit, op het heetst van de dag, waar alle vrouwen in het dorp zijn, dat water al lang gehaald hebben, in haar eenzaamheid, in haar schuld, misschien wel met het hoofd naar beneden, is Jezus daar. Heel ongewoon in die tijd. Een man sprak niet met vrouwen in het openbaar, met z'n tweeën. En al helemaal niet Jezus, behorend bij het Jodendom, met een Samaritaanse vrouw. Van een vreemd ander volk. En als Jezus dan die vrouw spreekt, dank u wel, Jezus. Dan, dan veroordeelt Hij haar niet. Dan zegt hij niet. Vrouw, wat heb je toch allemaal gedaan? Je hebt je leven verkloot. Het gaat nooit meer iets met je worden. Hoe snel kunnen wij onszelf veroordelen? Jezus zegt niet: bij mij ben je niet welkom, het spijt me. Je bent te ver gegaan. Weet je wat Jezus doet, lieve mensen? Hij vertelt over wie hij is. Hij vertelt dat hij niets liever wil dan, dan het verlangen van deze vrouw daadwerkelijk vullen met levend water. Die vrouw staat voor mij symbool. Waar het allemaal over ging vanmorgen, als het gaat over seksualiteit, juist dan vanuit die gebrokenheid. Die vrouw staat symbool voor jouw schuld en jouw schaamte. Die vrouw staat symbool voor, voor elke misstap die wij in ons leven gaan op dit terrein. Die vrouw staat symbool voor, voor alle vragen en onzekerheden die er zijn rondom seksualiteit. En dan zegt Jezus: Bij mij ben je welkom. Ik wil jouw dorst lessen. En als jij drinkt, dat is dan met symbolische beeldspraak: drinkt van dat levende water wat God, wat ik je wil geven, hier staat het achter me op het scherm. Dan zul je nooit meer dorst hebben. Maar wij ons kunnen vullen met een mooie nieuwe auto, met een nieuwe vrouw, of met erotisch beeldmateriaal of met weet ik van wat dan ook. Zegt Jezus: wil je werkelijk gelukkig worden? Wil je daadwerkelijk geluk en diepe liefde ervaren? Ik ben de bron van geluk. Ik ben de bron van liefde. En Martje het volgende week vertelde, wil ik je dat filmpje laten zien. We hebben dat beeldmateriaal van: die ontmoeting van Jezus en die vrouw. En probeer je dan gewoon maar even te verplaatsen in die vrouw bij die waterput. Met al je vragen en onzekerheden. En luister eens naar wat Jezus tegen je zegt. Een Samaritan woman kwam om water te dragen. Geef me een drink of water. His disciples had gone into town to buy food. You're a Jew and I'm a Samaritan. So, how can you ask me for a drink? Jews will not use the same cups and bowls that Samaritans use. If you only knew what God gives, and who it is that is asking you for a drink, you would ask Him. And He would give you a life giving water. Sir, you don't have a bucket and the well is deep. Where would you get that life giving water? It was our ancestor Jacob who gave us this well. He and his children and his flocks all drank from it. You don't claim to be greater than Jacob, do you? Those who drink this water will get thirsty again. But those who drink the water that I will give them will never be thirsty again. The water that I will give them will become in them a spring, which will provide them with life giving water and give them eternal life. Sir, give me that water, then I will never be thirsty again. Now, will I have to come here to draw water? Go and call your husband and come back. I don't have a husband. You're right when you say you don't have a husband. You've been married to five men, and the man you live with now is not really your husband. You have told me the truth. I see you are a prophet, sir. My Samaritan ancestors worshipped God on this mountain. But you, Jews, say that Jerusalem is the place where we should worship God. Believe me, woman, the time will come when people will not worship the Father either on this mountain or in Jerusalem. You, Samaritans, do not really know whom you worship. But we, Jews, know whom we worship because it is from the Jews that salvation comes. But the time is coming and is already here. When by the power of God's Spirit, people will worship the Father as he really is, offering him the true worship that he wants. God is Spirit. And only by the power of his Spirit can people worship him as he really is. I know that the Messiah will come. And when he comes, he will tell us everything. I am he. I who am talking with you. At that moment, Jesus' disciples returned, and they were greatly surprised to find him talking with a woman. But none of them said to her, What do you want? or asked him, Why are you talking with her? Then the woman left her water jar and went back to the town. Come and see the man who told me everything I've ever done. Could he what? be the Messiah? What? So they left the town and went to Jesus. Many of the Samaritans in that town <laughs> believed in Jesus because the woman had said, "He told me everything I have ever done." So when the Samaritans came to him, they begged him to stay with them. And Jesus stayed there 2 days. Many more believed because of his message, and they told the woman, "We believe now, not because of what you said, but because we ourselves have heard him, and we know that he really is the savior of the world." Ja, ik zou tot slot graag met jullie willen bidden en God bedanken voor wat Hij gegeven heeft en ook gewoon met elkaar en voor elkaar bidden. Zullen we dat doen? Heer God, ik wil u zo bedanken dat u een God bent die leeft. Dat u er bent ook in deze tijd. Of we dat nou wel of niet ervaren, ik geloof het. En ik wil het uitspreken vanmorgen. Ik wil u bedanken dat u de bron van geluk, de bron van liefde bent. En dat u uw seksualiteit zo mooi gemaakt heeft, dat, dat, dat het uw ontwerp is. Dank u wel dat we daarvan mogen genieten. Ter volle. Helemaal. We danken de Heere God, dat, dat u dat soort van als overgebleven paradijsbloem gegeven heeft in een tijd waarin er zoveel vragen zijn. En er zoveel gebrokenheid is. En dat bidden we ook, Heer, voor, voor mensen op dit moment die, die dat ervaren. Dat misschien wel aan hun eigen lijf ervaren. De teleurstelling. Het gemis. Verdriet. De onzekerheid of de schuld en de schaamte. En lieve Jezus, ik bid u, dat u Uzelf laat zien aan, aan ons allemaal. Dat U Jezus Uzelf laat zien als de redder van de wereld. Als de God die leeft. Die samen met ons een proces van herstel wil starten. Die samen met ons genezing wil brengen. U heeft het zo veel van Uzelf gezegd. Ik geloof erin, ik heb het gezien. Dat stellen, dankzij u Jezus, de weg terugvonden naar elkaar, naar elkaars hart en naar u. Ik bid dat deze dienst, en als we samen hebben nagedacht over dit thema, dat het een bijdrage levert. In onze groei naar, naar volwassenheid. In onze groei naar geestelijke volwassenheid. In onze groei naar openheid en in alle eerlijkheid gewoon daarover praten met elkaar. Help ons als kerk om, om mensen die, die misschien wel gaan komen, om die te wijzen op u en... Um, te bemoedigen en handvatten te geven om dat leven met u te leven. We geven deze morgen en alles wat langsgekomen is terug aan u. En ik geloof, Jezus, dat u hier hele mooie dingen doorheen wilt doen. Dank u wel daarvoor. Amen.